Amaris levert haar cliënten zorg op maat. Dit kan zijn middels fysieke zorg aan huis en ook middels zorg op afstand. In deze video laat onze Amaris collega's en cliënten zien hoe beeldzorg ingezet wordt voor zowel de digitaal vaardige als de digitaal startende cliënt. Nou, ik zet beeldzorg in bij verschillende verplicht technische handelingen. Bijvoorbeeld een cliënt die heeft insulinetoediening. Die kan dan mij laten zien via beeldzorg of hij de insuline opdraait. Het mooie van beeldzorg vind ik dat je toch in contact blijft met de cliënt. De cliënt zijn eigen regie behoudt. Je daarnaast niet altijd fysiek aanwezig hoeft te zijn om bijvoorbeeld metingen te doen. Maar je blijft wel in contact met de cliënt. Dus er blijven wel fysieke momenten blijven wel aanwezig, maar je kan zijn frequentie verminderen. En de cliënt heeft dan wel het idee en de beleving dat hij voldoende zorg krijgt. Heeft u uw alarm op? Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, het is makkelijk, hè? Maar voor de rest is het toch wel telefoon met beeld. En dat vinden wij allemaal wel leuk, hoor, dat je elkaar kan zien. Ik ben lid van het beeldzorgteam van Amaris. Daar geven we service calls aan de mensen die net beginnen met beeldzorg. Voor sommige mensen is dat heel erg nieuw en andere mensen kunnen daar al heel goed mee omgaan. Maar juist het oefenen daarmee en het uitleggen is heel belangrijk. Als beeldzorgteam zijn we ook aanwezig voor de thuiszorgteams. Om die te helpen, om te adviseren wanneer ze beeldzorg kunnen inzetten. Maar ook als er even extra een keer gebeld moet worden met een cliënt om extra uitleg te geven. Beeldzorg is persoonlijk doordat je beeld hebt bij het bellen, zoals het woord ook al zegt. Het is heel fijn omdat je iemands mimiek ziet, je ziet iemand in beeld, je ziet de twinkeling in iemands ogen of juist de dofheid. De cliënten hoeven niet veel digitale vaardigheden te hebben en bijna alle cliënten kunnen ermee overweg. Eigenlijk moet iedereen beeldzorg hebben, want als je beeldzorg hebt, dan voel je je niet eenzaam, je wordt in de gaten gehouden. En je bent er blij mee. Mijn ervaringen met beeldzorg zijn eigenlijk best wel goed. Boven verwachting. Ik vond het best wel een drempel om eraan te beginnen. Maar ik merk dat de cliënten het over het algemeen goed ontvangen. Dag meneer Timmerman. Ja, ja. Ja, ja. En doet u elke dag uw temperatuur meten? Nee, ik vind dat het apparaat heel goed werkt en dat het een heel simpel systeem is met een duidelijke instructie voor de cliënt. Ik zie het eigenlijk meer als een aanvulling, maar het is wel makkelijk te gebruiken. Heb je vragen over beeldzorg? Neem contact op met ons beeldzorgteam via beeldzorg@amaris.nl. Digitaal wat kan, dichtbij wat moet.